Bij de inschrijving voor de grote optocht van Breda, het Kielergat, zorgt Willem Otting, alias het Chefke, al 22 jaar voor de feestelijke omlijsting. Hij nodigt daarvoor altijd de vier leutvorsten van Breda uit. Die kwamen dit jaar verkleed als ridder uit twee verhuiswagens en vervolgens moesten ze allerlei opdrachten uitvoeren. Gins van Breda, wat was nou de moeilijkste stunt? De moeilijke stunt vond ik eigenlijk het appelklieven, maar dat ging me het beste af, moet ik eerlijk zeggen, ja. Het kan nooit, hoor. De prins van Daagje, wat was nou het moeilijkste om te doen? Ringsteken. Ringsteken. En dit is de prins van Daagje, ben je van Giegeldonk? Van Giegeldonk. Wat was nou het moeilijkste om te doen? Ik denk het vechten tegen de anderen, tegen de steekpenningen. En dat steken lukte mij wel, maar tegen steekpenningen kan ook ik niet op, hè? Nee. En dan hebben we hier nog de baron van Schinneke. Wat was nou de moeilijkste stunt? Nou, de moeilijkste vond ik wel heel erg moeilijk. Ik heb er zo ongeveer op een moest van gemaakt gelopen, maar niet helemaal afgegaan zoals het zou moeten. Dus dat vond ik echt het moeilijkste. Maar het was wel hartstikke leuk. Willem, je hebt net een mooie onderscheiding gekregen. Ja, ik ben even helemaal stil op momenten. Ik vind het gewoon geweldig en ook het volk wat er stond. Ja, daar doe je toch voor, hè? Ja. Willem Otting, al 22 jaar doe je als het chefke deze stunt organiseren. Waarom doe je dat? Omdat ik heb dat al zo vaak geschreven, het eerste jaar er helemaal niks te doen was. En ik vind het nu gewoon een geweldig verhaal om het volk in deze dag, wat in feite toch een Bredaanse dag is, dat je zegt, jongens, we zitten voor de inschrijving, dat is het grootste feest in feite, de optocht van Breda die komt. En laten we daar een feest aan maken. Ja, na 22 keer is het nu niet welletjes geweest, maar je gaat gewoon door. Dit verhaal gaat gewoon door. Ik heb gezegd alleen misschien dat ik in de optocht stond, omdat dat toch een beetje te zwaar gaat worden met het verhaal. Maar dit blijf ik gewoon doen, want dit is, dit hoort erbij. Anders is dit dood. En dit moet een leven blijven houden. En je hebt altijd nog voldoende ideeën om voor volgend jaar weer wat anders te verzinnen. Het komt 5 voor 12 op en dan rijden we van de een naar de ander. En ik zeg altijd, het is niet belangrijk wie je bent, maar wie je kent om mee te laten werken. Ik zou zeggen, alvast weer succes voor volgend jaar. Hartstikke bedankt.